Lisa Swaving, assistent conservator van deze tentoonstelling. We staan hier bij een groep van drie van mijn favoriete posters die de roerige jaren 60 heel goed verbeelden. De jaren 60 was niet alleen een periode van vrijheid, blijheid, optimisme, welvaart. Het was ook een decennium van conflict. Denk aan de Vietnamoorlog, de opkomst van dictaturen, de dreiging van een nucleaire oorlog. En wereldwijd ontstonden er sociale bewegingen die in verzet kwamen hiertegen. En zij protesteerden, zij demonstreerden voor vrede, voor vrijheid, voor gelijke rechten. En dit deden ze door middel van visuele cultuur, posters dus. De raised fist, de gebalde vuist, is een symbool dat echt een icoon is geworden van verzet in de jaren 60. Waarop Power to the People staat, is afkomstig uit de Black Panther Party. En wat je ziet is dat er gebruik wordt gemaakt van diagonale lijnen die een verdwijnpunt hebben op de horizon, waardoor die gebalde vuist echt centraal komt te staan in de poster. De Dolomina groep, zij kwamen eigenlijk in actie uit onvrede met de maatschappelijke positie van de vrouw. En zij hebben op een hele slimme, ludieke manier de gebalde vuist geïntegreerd in het vrouwenteken. En op die manier creëerden ze eigenlijk een nieuwe visuele identiteit. En de derde poster die we hier hebben gekozen komt van de studentenworkshop in Berkeley, California. En zij waren dus een studentenbeweging die protesteerde tegen de oorlog in Vietnam. En wat zij doen is eigenlijk die gebalde vuist vier keer reproduceren om het gevoel van solidariteit tussen verschillende culturele groepen te versterken.